Het leven in een Roblox-gevangenis is niet zo leuk, kan ik je vertellen. Ik sta hier namelijk en ik moet ergens naartoe lopen. Oh nee, ik moet letterlijk mijn eigen gevangenissen kopen. Jeetje, er zitten wel heel veel mensen in die gevangenis. Ook heb ik natuurlijk geld nodig. En dat geld kan ik hier ophalen. En oh, er komt nog best wel veel geld binnen. Dat is helemaal mooi. Dan kan ik namelijk een tafeltje kopen. Speciaal voor de gevangenen. Kunnen we daar een gevangenen uitlaten misschien? Of dan? Oh, oh. Ik weet niet of dit de bedoeling was. Kan ik mezelf... Oh, oké, ik heb hier nu letterlijk iemand in opgesloten. Ik heb meer geld nodig. Dankjewel voor het geld. We hebben namelijk natuurlijk ook wat extra milieutje. Deze muren zijn mokergroot. Oké, en we kunnen hier waarschijnlijk nog veel meer gevangenissen inzetten. En de bedoeling is natuurlijk dat wij zoveel mogelijk gevangenen hier op kunnen sluiten. Dus laten we ook gelijk een deur erop zetten. Dat is ook altijd wel handig. Die kunnen we dan namelijk even op slot zetten op deze manier. Nu kan er niemand meer in of uit. Dus dat komt heel erg goed uit. En we kunnen een plantje neerzetten. Nou, wie wil er nou geen plant in de gevangenis hebben? Ook moeten we er natuurlijk lokkers bij hebben. Zodat de gevangenen tenminste wel een plekje hebben waar ze wat dingetjes kunnen opbergen natuurlijk. Alleen kost dit mij natuurlijk allemaal veel geld. En wat ben ik toch weer aardig voor deze gevangenen. Dat is toch eens niet normaal. Klik op dat duimpje omhoog als jij liever ook nooit naar de gevangenis wil. Ik zou er maar snel op klikken. En klik natuurlijk ook op die abonneerknop hier beneden. Geef mij geld. Kom op. Kan het niet even wat sneller gaan met het geld? Ik hoop het wel. We kunnen hier ook weer dingen kopen. Zoals een paar stoeltjes en een tafel. Nu kan je hier lekker zitten. Wat je eraan hebt, ik heb geen idee. Maar hey, dat is toch altijd handig. En we kunnen hier nog een kamer kopen. Alleen moet ik dan weer even geld halen. Voilà. En dan gaan we hier lekker een kamertje kopen. En kijken wat we dan met deze kamer kunnen doen. Ik ben er wel benieuwd naar. Oké. We kunnen er eentje kiezen. Zullen wij hier een slaapkamer maken? Zullen wij hier videogames maken? Waarom zou je videogames willen hebben in een gevangenis? We gaan ook weer niet zo aardig doen. We doen hier de cafetaria. Hier kunnen alle gevangenen lekker gaan eten. En nu krijg ik $14 per seconde. Oftewel, ik krijg veel meer geld dan dat ik voorheen kreeg. Dus dat is helemaal top. Kijk nou hoe snel het geld nu gaat. En hier kunnen we er zelfs nog een kamer... Jeetje, €1200 voor een kamer. Oké, die is wel heel duur. Laten we eerst deze kamer een beetje upgraden. Zodat we tenminste een beetje gebruik kunnen maken natuurlijk ook van het hele cafetaria. Dus gaan we hier wat plantjes neerzetten. Het moet er natuurlijk wel mooi uitzien. En ik denk dat die zo wel een klein beetje af is. De gevangenen kunnen nu hier namelijk altijd hun eten halen. En ik kan hier weer lekker mijn geld halen. Zetten we hier nog een paar plantjes neer. En wat hebben we nog meer nodig? Oh, ik zie dat we hier buiten wat dingetjes nodig hebben. Oh, we hebben ramen nodig. Oké, we hebben nu zelfs een raam. Aan de buitenkant staan. Dat is wel super tof. Laten we anders eventjes wat geld verzamelen. Wat geld, zodat we uiteindelijk deze kamer hier ook kunnen kopen. En laten we nog even een paar plantjes erbij zetten. Is ook altijd wel leuk. Maar ik heb volgens mij al bijna genoeg voor die extra kamer. Dus dat is helemaal top. Want als we die kamer hebben, gaan we waarschijnlijk nog veel sneller geld verdienen. De eerste $1000 is gewoon binnen. En dan pakken we hier nog wat geld erbij. Oeh, we krijgen nu $15 per seconde. Dat is helemaal top. Laten we daar dan maar even kijken of we hiermee die extra kamer kunnen kopen. Oh, dat moet zeker lukken. Let's go. En wat voor kamer zetten we hier? Ik wil geen videogamekamer hebben. We kunnen hier wel een bedroom. Nou, een bedroom is sowieso iets wat wel nodig is, denk ik. Ik bedoel, maar waar moeten die gevangenen anders slapen? Ze zitten hier namelijk in een mini-hokje. Oh, die gevangenen hebben het niet zo best hier. Nu verdienen we trouwens €30 per seconde. Dat is gewoon het dubbele van wat we eerst verdienden. Ook wil ik hier wat lampjes ophangen, dus laten we die gelijk erbij neerzetten. En we moeten hier ook nog wat bedden zetten. Jeetje, oké, deze bedden zijn mokerduur. Dat is niet normaal. Bijna €300 per bed. Nou ja, gelukkig krijg je dan wel gelijk twee bedden. Dus dat is wel super handig. Ik heb nu €1.100 bij me. Dus daar kunnen we denk ik nog wel alle bedjes mee kopen. Ik hoop het tenminste dat we hier alle bedden mee kunnen kopen. Oh nee, nee. We kunnen maar twee bedden erbij kopen van dat geld. Jeetje. Laten we anders hier nog maar even een tafeltje neerzetten. Dan kunnen de gevangenen daar ook lekker chillen. Wat ben ik toch ook aardig voor de gevangenen. Jeetje. Deze kamers kost €2600. Nou, dat geld hebben we nog lang niet, kan ik je vertellen. Maar nou, trouwens, het komt best snel binnen. Laten we gewoon als volgende grote uitgave deze kamer hier kopen. Dan gaan we namelijk nog sneller geld verdienen. Dus ik denk dat dat het beste is wat we nu kunnen kopen. En dan gaan we daarna nog een paar bedjes erbij kopen. Hebben we genoeg geld? We hebben $2.100. Oh, we moeten 2.6 hebben. Oh, kom sneller. Ik heb geld nodig. Alsjeblieft. Ik wil geld. Even kijken. Oké, we hebben $2600. Let's go, let's go, let's go. Kunnen we hem kopen? Kunnen we hem kopen? Ja, we kunnen hem kopen. Oké, wat gaan we kopen? Laten we hier anders de douches zetten. Hoppakee, let's go. We krijgen nu €51 per seconde. Jeetje. Deze douche
huisjes zijn mokerduur. Een toilet alleen al kost al $1000. Oh, oké. We hebben $1000. Dus we kunnen nu tenminste wel vast de wc kopen. Dat is denk ik wel handig. Dus, oh nee, er zit niet eens een hokje om de wc. Je gaat toch niet vertellen dat iedereen zo moet gaan poepen en plassen. Terwijl ze hier allemaal bekeken worden door al die mensen er tegenover. Hallo andere gevangenen. Laten we kijken wat de mensen hier buiten hebben. Hier buiten zijn namelijk nog veel meer gevangenissen volgens mij. Ik zie hier namelijk ook een gevangenis. Alleen, oké, hier komen er... Jeetje, ineens komen alle muren eromheen te staan. Kunnen wij hier naar binnen? Ja, ik denk het wel. Wow, deze gevangenis heeft zelfs een kelder en een bovenverdieping. Je kan dus blijkbaar superveel kamers maken uiteindelijk in je gevangenis. Wat super tof is. En jeetje, deze guy heeft gewoon bijna meer dan 6 ton op zijn rekening. Had ik dat maar. Laten wij maar snel naar binnen gaan. Hier ligt nu namelijk bijna $4000 voor ons klaar. Daarmee kunnen wij wel wat dingetjes kopen. We kunnen hier namelijk nu nog... Oh nee, we moeten €400 nog hebben. Of nog €300. En dan kunnen we nog een kamer erbij kopen. Ik wil voor nu gewoon zoveel mogelijk kamers hebben. Want dan kunnen we dus zo snel mogelijk geld verdienen. En daarna gaan we ze maar even inrichten. Laten wij hier maar een recess room neerzetten. Hoppakee. En nu krijgen we €71 per seconde. Dat is top. Dan zetten we hier nog wat neer. Oh, dan hebben we weer geld nodig natuurlijk. Hallo, ik wil geld. Dank u wel voor het geld. Echt, dat geld gaat nu zo snel. En volgens mij is dit een basket. Ja, dit is een basket. Oké, dat is vet. Dan zetten we hier wat dumbbells neer. Dan kunnen alle gevangenen lekker gaan trainen. Ik moet zeggen, de gevangenen hier krijgen het best wel luxe. Het ziet er allemaal super netjes uit. En oh, we hebben deze kamer nu al afgemaakt. Daar hadden we niet zoveel geld voor nodig. Dat komt goed uit. Laten we hier nog even een wasbakje neerzetten, zodat iedereen lekker zijn handjes kan wassen. Je moet namelijk wel een beetje je handjes goed wassen natuurlijk deze periode. Maar wat hebben we nog meer nodig? We kunnen hier nog een bakje zetten. En nog een wc erbij. En nog een bathtub. Oftewel een bad. En een badkuip is ook zeker nodig. Want al die gevangenen hier, die stinken. Dat wil je niet weten. Laten we anders een paar gevangenen eventjes rond laten lopen. Moet ik hem dan openzetten? Yes, dan kan ik hem zo openzetten. Jongens, jullie mogen even naar buiten. Speciaal voor jullie, omdat jullie het zijn. Kijk, daar gaan ze, daar gaan ze, daar gaan ze. Ze gaan lopen. Oh, jeetje, deze kuip wil bijna naar beneden gewoon. Nou, de gevangenen kunnen nu lekker... Oh, wat kunnen we hier doen? Oh, we kunnen hier allemaal mensen dingen laten doen. Rexus, jij mag naar de sportschool, meneer. Oké, wat mag jij doen? Jij mag gaan slapen. Ga jij maar even naar een bedje toe. Jij hebt je slaap nodig. Jij moet echt douchen. Jij stinkt. Oh, ik moet nog een douche kopen. Oké, we sturen jou straks naar de douche. Voor nu mogen jullie gewoon lekker vrij rondlopen, jongens. Hier zit als het goed is ook iemand. Ja, kijk, die is lekker aan het hardlopen. Laten wij hier nog wat dingetjes bij kopen. We hebben nog een sink hier nodig. Nog een toiletje hier. En nog een sink hier zo. Hoppakee. En die bathtub kunnen we ook wel zeker eventjes gebruiken of kopen. Of vooral een badkuip. Hoppakee, die hebben we nodig. Jeetje, de volgende kost €3000. Hoe denken ze dat ik zoveel geld heb? Oh my god, en de laatste kamer kost €6200. Dat is niet normaal. Normaal veel. Hier kunnen we trouwens ook nog een paar dingetjes neerzetten. Hoppakee, dat ziet er een stukje leuker uit. Maar deze verdieping is tenminste wel bijna helemaal af. Dus daar ben ik wel super blij mee. Laten we hier nog even een toiletje erbij zetten. Er kan nu tenminste ook iemand in bad. Meneer, wil jij niet mijn geld stelen alsjeblieft? Even kijken hoor. Ga jij maar eventjes douchen. Goed zo, kijk. Hij gaat nu lekker in bad. Oh, hij heeft het wel heel erg... Waarom zit jij in de wc? En waarom heb jij het zo erg naar je plezier? Je zit hier in een gevangenis, oké? Je mag niet leuk doen. Oh, sommige mensen begrijpen het ook nooit, hè? Laten we er nog een badkuipje bij kopen. En die andere, die moeten we er straks maar eventjes bij kopen. Meneer, jij mag ook lekker in bad. Ga jij lekker showeren? Jij stinkt namelijk ook een beetje nu je van die wc afkomt. Wat kunnen wij hier nog meer kopen? We hebben natuurlijk ook nog wat extra badges nodig. Dus laten we hier nog een badge erbij zetten. Dan zetten we er hier eentje erbij en daar eentje. En nu heb ik weer extra geld nodig voor dat laatste bed. En misschien is het ook wel handig, al ga ik beginnen met sparen voor die laatste kamer hier zo. Maar eerst nog eventjes de bedjes erbij kopen. Dit bedje, dat bedje. Dan moeten we hier nog een paar plantjes zetten. En dan hebben we als het goed is deze kamer af. Yes, deze is helemaal af. Uh-oh. Wow! Oh nee, dit is foute boel. Dit is hele foute boel. Waarom lopen jullie allemaal buiten? Oh nee. Hoe kan dit nou weer? Oké, de poort moet open. Iedereen moet naar binnen. Jongens, allemaal naar binnen. Veel kwartier is over. Goed zo, jij naar binnen. Waarom liepen ze allemaal naar buiten? Dat mag niet eens. Pew, gelukkig zag ik één iemand naar buiten lopen. Maar ze zitten nu als het goed is allemaal weer terug in de gevangenis. Yes, het is weer lekker rustig hier zo. Gaan we de beveiliging er gelijk weer opzetten. Deurtje dicht, let's go. Oh, die gevangenen soms ook allemaal. Niet normaal. We hebben trouwens ook nu als het goed is genoeg geld om de laatste kamer te kopen. En dan kunnen we dus nog sneller geld gaan verdienen. Dus dat is top. Welke gaan we kopen? Laten we de videogame area kopen. Hier mogen ze niet te vaak heen natuurlijk. Maar zo af en toe... Nou, waarschijnlijk ga ik daar zelf meer videospelletjes spelen dan dat zij mogen.
Ik bedoel, maar waarom zou je gevangenen laten gamen? Game is veel te leuk voor gevangenen. Dan moest je maar niet in de gevangenis zitten. En ik krijg nu trouwens 99 euro per seconde. Nu gaat het geld super snel eindelijk. We kunnen hier nu trouwens ook voor 40.000 euro een kelder kopen. En voor 11.000 euro een tweede verdieping. Maar dat gaan we nog niet doen. Dat kost me veel te veel geld. Eerst wil ik de hele gamekamer af hebben. Dus we zetten hier een bank neer. Nog een bank. Nog een bank. En dan moet ik weer geld hebben. Ik heb niet genoeg geld bij me. Oh, wat is het toch duur om een eigen gevangenis te hebben. Wat kunnen wij hier nog meer neerzetten? Ik heb nu weer bijna $7000. Dus je zou denken dat ik daar wel een paar dingetjes... Oh, jeetje, jeetje. Oké, alles is mokerduur. Laten we hier een tafel neerzetten. Ik ben nu al door mijn geld heen. En wat is dit voor mokergrote tafel? Oh my god. En een tv kost trouwens $3300. Dus die moeten we sowieso wel hebben. Ik bedoel, waar kan je anders op gamen? Helemaal nergens. Dus ik heb het geld nu als het goed is wel voor een tv. Dat komt goed uit. Dus laten we die gelijk maar neerzetten. We gaan geen plant kopen. Nee, we gaan een tv kopen. Let's go. Oh, kan die tv aan? Ik zou het oprecht niet weten. Ik ben tenminste tot nu toe echt super blij met hoe onze gevangenis eruit ziet. En laten we anders. Jij mag eruit. Jij mag eruit. En jij mag eruit. Jullie drie mogen er allemaal uit. Omdat jullie het zijn. En laten we een paar mensen maar sturen. Naar de... Jij mag een videogame spelen. Jij mag een videogame spelen. En ja, jullie zijn allemaal wel aardig geweest, denk ik. Hoop ik. Dus we sturen hun allemaal naar de gamekamer toe. Bedankt voor het kijken naar deze video. Klik bij een van de twee video's die jullie naast mij kunnen zien staan. Want die moet je echt gezien hebben. Waar wacht je op? Klik er eentje aan. Of deze. Of deze. Ik zou maar heel snel klikken. Want ze gaan bijna verdwijnen uit het scherm. In 3, 2, 1...